ga ik gewoon helemaal zonder make-up naar school. En soms ga ik echt in full glam naar school. Oogschaduw, eyeliner, lipstift, alles. Mij maakt heel veel gelukkig. Ik word al heel erg blij als andere mensen blij zijn. Ik vind het allerleukst als ik met oogschaduw bezig ben. Als ik oogschaduw doe, heb ik gewoon heel veel manieren waarop ik het kan doen. Ik kan het heel natuurlijk houden of ik kan echt roze glitter, groene glitter. Ik heb er heel veel zin in. Ik vind het heel erg leuk. Mijn naam is Sarah en ik ga jullie vandaag laten zien hoe ik een roze oogschaduwlook doe. Nou, die oogschaduwlook is iets specialer dan normaal, want ik doe een wit hartje hier zo. Stap 1. Ik ga beginnen met het afpoederen. Stap 2, dat wordt de basis van de oogschaduw doen. Dit vind ik heel belangrijk, want daardoor komen de kleuren beter uit. Ik doe dat met de concealer. Als je hem nog wel afpoederen, dat kan. Ik vind dat altijd wel fijner te doen. Ik kijk heel veel YouTube tutorials en daar leer ik het gewoon heel erg van. Stap 3, dat wordt de oogschaduw. Ik gebruik hiervoor het blush palet. Dit kan dus gewoon lekker overal. Stap 4, ik ga nu naar iets donkere kleur op het blush paletje. Net heb ik deze gebruikt, nu ga ik deze doen. Nou, hiermee creëer je een beetje diepte in je oog. En het belangrijke bij oogschaduw is dat je altijd blijft blenden. Maar het is natuurlijk belangrijk dat iedereen gewoon doet wat je zelf wil. Want daar gaat het natuurlijk allemaal om met make-up. Dat je gewoon lekker jezelf bent. Stap 5 is het aanbrengen van de eye cream in de tube. Ik trek hierbij mijn ooglid iets opzij, zodat het iets makkelijker is om te vinden waar ik heen moet. Stap 6 is om weer met de iets donkere blush aan de buitenkant iets naar de binnenkant te werken, zodat je geen harde lijntjes ziet van de eye cream in de tube. Stap 7. Bij deze stap moet ik een lijntje maken boven mijn oog. En dat vind ik altijd een beetje lastig om te doen, dus hier moet je goed bij focussen. Dit is wat je tot nu toe hebt. Stap 8. Deze stap is gewoon mascara aan het doen. Hoe je dat wil, hoe je het fijn vindt. En dat waren de ogen alweer. Stap 9. Stap 9 is contour en blush. En dan nog een beetje blush. En dan natuurlijk nog de highlighter. Stap 10 is de laatste stap en dat is lippenstift. Deze look kun je gebruiken voor wanneer je wil. Ik zou hem gebruiken voor een feestje of op een date. Je kunt hem natuurlijk naar school doen als je dat leuk vindt. Maar misschien wil je hem ook wel bewaren voor speciale momenten. Nou, dit is het eindresultaat. Ik hoop dat het een beetje duidelijk was en dat je het leuk vond. Bedankt voor het kijken. Woo!